Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Een overwinning op Eendijk, maar wat ging het moeizaam vandaag, Peter? Ja, nee, zeker. Ik denk dat gelijkwaardig. Zij de organisatie goed voor elkaar, wij de organisatie denk ik goed voor elkaar. En met als resultaat weinig kans over en weer. En je hoopt eigenlijk aan de bal meer te kunnen doen dan dat we vandaag hebben laten zien. Maar ik vond een aantal jongens die normaal gesproken het verschil kunnen maken. Die bepalend aan de bal kunnen zijn, niet goed genoeg. En dan krijg je zo'n wedstrijd. Mag je uiteindelijk je handen dichtknijpen dat je nog uit de 1-0 maakt. Wat zij goed deden, vonden wij, zeg maar, is dat, dat zij jullie onder druk zetten. En dat jullie de lange bal moesten spelen. En dat is niet jullie spel. Nou ja, kijk. Dat deden ze. Ze zetten ons vast. Hè. We konden niet eens de opbouw spelen. Dat kan. En dan krijg je een lange bal, komt er een tweede bal. En die valt ergens en dan gaan we voetballen. En normaal gesproken kan dat gebeuren. En als je dan in balbezit komt, vind ik nogmaals dat we veel meer niveau kunnen brengen dan dat we vandaag hebben laten zien. Een voorwaarde dat de tegenstander het toelaat. Hè. Dus wat dat betreft heb je daar ook te maken met de tegenstander. Maar nogmaals, ik vind dat we beter kunnen aan de bal. Ik vond de tegenstander trouwens ook meevallen, zeg maar. Het was een goede ploeg. Het had ook andersom kunnen zijn, 0-1. Ja. Qua kansenverhoudingen op laatste nog een keer goed. Melvin, die laatste kans bij 1-0 voor ons. Het was denk ik een typische 0-0 gelijkspelwedstrijd. Je hebt Sahin erin gebracht, tweede helft. Maar hij viel goed in. Ja, nou, ik vond ook wat ik in de run, ook wel, ik miste ook wel wat energie in de wedstrijd. Hè. De drang met elkaar om echt druk, volle bak druk te zetten. Om echt druk op de bal te houden. En als we de bal niet hebben. En als we de bal wel hebben, straalde Sahin in ieder geval uit dat hij vooruit wou, dat hij acties wilde maken en dat hij fris was. Prima ingevallen. Op een gegeven moment denken we met z'n allen van ja, het zal wel 0-0 blijven. Toen kwam er een mooie voorzet en Nick Davina die komt alleen voor de keeper en die schiet hem raak. Ja, nou ja, vanuit balbezit. Volgens mij twee momenten van dat we de bal verloren weer terugkregen. Bal verloren en weer terugkrijgen. Zijn niet georganiseerd. Hele rechterkant bij hun ligt al. Hun linkerkant, onze rechterkant lag er ruimte. En één crossbal en komt 1-1 met de keeper. Gelukkige goal. Ja, daarna was het nog even moeilijk. Want na een minuut of na twee minuten was er een scrimmage bij ons voor het doel. Ja, die bal bleef aardig hangen. En dat kan natuurlijk altijd. En hebben denk ik iets meer kracht dan wij. Komen we gelukkig weg. Die kan ook maar zo vallen. Al met al, het voetbal bij Excelsior was iets minder, maar wel 9 uit 4, Peter. Ja, nou, prettig. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het ook gewoon om winnen. Als trainer en ook als publiek natuurlijk hoop je dat je ook natuurlijk het publiek kan vermaken. En dat je aan de bal gewoon wat dominanter kan zijn. Wat we normaal zeker thuis kunnen. Dat is teleurstellend. Teleurstellend in de zin van, nogmaals, dat we meer kunnen brengen. Maar anderzijds zijn we hebben wel hard gewerkt met elkaar. We hebben de organisatie in de gaten gehouden met elkaar. We hebben geen gekke dingen gedaan. Dan noemen ze dat een zakelijke overwinning. Dat geeft ook wel een goed gevoel. Dus eigenlijk na 4 wedstrijden 9 punten. Prima tot nu toe en gewoon zo doorgaan. Ik zeg gewoon nog zo doorgaan. Dankjewel. Dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.